Ik zei jou, Harrison, Fred Struben was recht. Hoe lang is hij nou al met zijn prospecteerderij voor goud hier ronddoenig? Hij was recht, ja, maar die vraag is net, hoeveel goud gaan ons krijgen? Zal het ook maar weer gaan zoals met Lichtenbergse goud of die malerij bij Wilgers Spruit? Wat Fred Struben hier op die Witwatersrand gekregen is baie meer belovend. Dis nie nou net nuggets nie. Ek praat nou van die kwartsla waar hy die goud begin te kry. Wat het hy gekry hier aan die kant op Sterkfontein en Paardekraal en Rodepoort? Maar is ook glad nie sodanig wat wonders nie. Dis nie die punt nie. Wat wel saak maak, is dat die mense wat dink hulle weet, anhou om te sê hierdie soort formatie kan net nooit goud wees nie. Fred Struben het nou gewys hulle is verkeerd. Nee, ek glo in die man en daarom gaan ek hom help soek. Ek het baie kennis as 'n gouddelwer in Australië opgedoen. En ek sê vir jou, ons gaan nog op die regte plek afkom. Maar as jy dan so seker is, moet ons 'n plan maak om 'n paar claims in die hande te kry. Dit help nie om claims af te pen voor ons nie weet dat die goud daar is nie. Maar ek wil jou dit sê. Ek het deksels 'n sterk vermoede waar ons dit gaan kry. En waar nogal? O nee, Harrison. Nee, nie so haastig nie. Ek laat my nie inloop nie. Maar hoekom sal ek jou wil inloop, Walker? Ons name is mos nie verniet al by George nie. Ons is mos genante. Genante kan ook mekaar bedrieg. Nee, ek sal die paar ulap wat ek het in die onderneming steek, as jy net die plek kry. Ek sal dink daaroor. Maar ek werk natuurlik eintlik vir Fred Struben, soos jy weet. As jy die rif kry, kan jy met jou kennis maak wat jy wil. Jy het nie jouself aan Struben verkoop nie. Ek en jy maak kontrak. Ons laat alles haarfijn beskryf. En as jy jou paar ulap verloor, wat dan? Jy sê mos jy weet waar die rif loop. As jy dit gekry het, is ek nie bang dat ek my geld gaan verloor nie. Ek is bereid om te waag. Nou toe, wat sê jy? Ek sal dink daaroor. Sê jou laat weet as ek op iets afkom. Dit was 'n vreeslike ding wat jy daar sê, Mr. Walker. Sommere vreeslike ding, man. Ek is natuurlik nie doodseker nie, maar belovend. Ek het al gehoor dat die mense die praat so van goud, 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 maar... Jy weet, ek is maar ligtig vir al die nuwerwetse soorte goed, Mr. Walker. Die grond is vir boerdery. Dis waarvoor hy gemaak is. En nie om in die aarde se binnegoed te gaan staan en rondkrap nie. Jy moet besigheid maak wanneer jy kan, meneer Oosthuizen. Kyk, as die ding uitlek en die staatssekretaris hoor daarvan, dan stuur hy net van sy mense hiernatoe. Hulle kom kyk die spul deur. En as jy weer jou oë uitveet tot die plaas onder jou uitgevat, en waar is jy dan met jou boerdery al, hè? Nou maar... Hoe gaan ek dan nou iets maak uit die transaksie uit as Mr. Walker nou hier kom goud grawe? Ons maak kontrak. Jy gee my die reg om vir goud te prospekteer. En as ek goud kry wat genoeg is om uit te haal, nou, dan betaal ek jou daarvoor. Maar wat gaan die president van die besigheid sê? Maar ons doen niks onwettigs nie. Ek kry mos 'n prospekteerlisensie. En as ons sien daar's kans om te delf, kan jy vra dat die plek as 'n openbare delwerry verklaar word. Op die manier kan jy baie geld maak. Maar het jy nou al met die ander broers en susters gepraat, Mr. Walker? Nee, ek het nie, want sover lyk dinge hier by jou die belovendste. Ja, dis nou alles goed en wel, maar hierdie plaas lang laagte het eigenlijk 4 eienaars. Dis nou Andries Breed en Anna Miller en ek self en dan Paternelle Oosthuizen. Maar hierdie stuk is toch joune, meneer Oosthuizen? Ja, dit is myne, maar die plaase lê hier aan mekaar en ek wil nie dat... Hier nou later allerhande moeilikheid met bakens en grense moet wees nie, as ons twee nou altyd ooreenkom nie. Nou, as dit nodig is, dan maak ek met hulle afsonderlik kontrak. Ek is seker ons sal regkom, meneer Oosthuizen. As jy ja sê, dan reël ek met die prokureur dat ons alles volledig en reg laat beskryf. Nou ja, dan dink ek moet ons maar seker so maak, Mr. Walker. Wel, George Harrison, wat sê jy nou? Waarvan? Van die goud, wat dan anders? Watter goud? Die rif, man, die hoofrif. Jy wil toch nie sê jy dit gekry nie? Natuurlijk het ek. En waar nogal? Dis op die oomblik nog my geheim. Myne en iemand andersen. En wie's die iemand anders? Ek dog ek sou saam met jou in die ding inkom. Dis precies waarvoor ek hier is. Maar moet dan nie staan en rond en bond praat nie, Walker. Jy het my mos gestuur om die rif te gaan soek en dan terug te kom, en dis wat ek gedoen het. Wil jy my geld hê, sonder dat ek mag weet waar die kantige rif is?
en sonder om te weet wie die ander skelm is wat jy saam met jou in die ding het. Jy praat van die ander skelm. Is jy dan die eerste een? Moenie dat ons nou op die vooraand van die grootste ontdekking wat hierdie land nog ooit gesien het staan in ruzie kree nie. Ek het jou net kom vra of jy oormore saam met my by die prokureur sal wees. Daar sal jy die ander man ontmoet. Hy is die baas van die plaas waar ek die rif gekry het. Het jy dit werkelijk gekry, Walker? Ek is daar absoluut oortuig van. George, dis mos iets fantastisch wat jy nou vertel, man. Het ek dan nie gesê die grootste ontdekking in hierdie land nie? Natuurlijk, ek weet nie precies hoe ryk dit is nie, maar dit sal ons eers uitvind as ons met die prospekteerwerk begin het. Maar ons behoort geld te maak. Daarvan is ek absoluut oortuig. Nou kan ons claim gaan afpen. Jy's 'n doring, George Walker, jy's 'n doring. Dis nou die klip met die goud daar in, president. Dis hy hierdie. En jy sê dit kom van jou plaas Langlaagte, hy Oosthuizen. Ja, president, van my plaas. Mr. Harrison hier, hy weet van alles. Een vriend van my, meneer George Walker, het eindelijk die ontdekking gemaakt. Ons twee het van meneer Oosthuizen die prospekteerreg op sy plaas gekry. Ek het die saak so uiteengezet in my brief van 9 juni wat ek aan u geskryf het, president. Ja. Ja, ek het die brief ontvang, ek onthou. Jy wil hy jou plaas moet as openbare delwerij verklaar. Dit sal baie beteken vir ons, president. Wie is die ons van wie jy praat, Oosthuizen? Wel, president, ek meen nou, vir allemaal van ons, die hele land, so groot rijkdom kan die Transvaal ons nou baie sterk maak. As al die verwachtings waarheid word, kan die staatkas gevul word, ja. Maar het julle aan die mense van die republiek gedink? Dis juist aan hulle wat ons dink, president. Nee, Harrison. Dis aan julle self wat julle dink. Julle vergeet wat die woord leer. Laat ek vir julle daar herinner. Wat baat dit die mens dat hy die hele wereld win? Ons skade lei aan sy siel. Ons mense is boere, soos jy, Oosthuizen. Hulle ken die grond, die veld en sy diere. Wanneer die rijkdom kom, sal het die rovers en die plunderaars en die uitbuiters wees wat daarmee wegloop, terwyl my volkse mense beroof en geplunder word. Maar dis ons land, president. As u die delversregte aan ons gee, hoef die vreemdelinge nie verryk te word nie. Julle is vreemdelinge in die wereld van goud en groot geld, Harrison. Dis die manne met die groot geld wat die order sal gee. Maar hoe moet ons maak, president? Die goud sal toch uitgehaal word? Juist, dit sal uitgehaal word. Ons sal het nie kan keer nie. Maar ons het nog nie geleer om het voorspoed saam te leef nie. Laat ek julle sê wat een grijse ou burger nou die dag vir my gesê het. Hy het gesê, president, die ontdekking van goud sal die bijlslag aan die wortel van Transvaalse vrijheid wees. Dis wat hy gesê het. Gaan dink na daaroor. Is tinte, el mense, el modder, el hoenderokke, el honde. Is al wat hier is, en alles is lekker en slecht. Zo is het hier begaan. Zo, Winterbolle, vriend. Ik glad nie onze tinte vanavond in. Ons loop die verkeerde in en ons gaan lee op die kooi en ons vind aan het einde. Dat ons lee lange man, hè? Wat? Ik ga lee maar langs die ander man, hè? Je weet, ik zou al die hond gaan lee. Maar zijn er maar die honden slet niet aan, hè? Maak die zaak niet. Dan ga lee ik nou maar langs die hond wat nou bij die oude tent is, hè? Ja, maar zijn er maar...
Dus jou op, wat dan? Ja, dan geef hem maar een dop. Nachten zonder maan met stilte en rumoer, eenzaamheid, roekeloosheid, tenten, waans, skelms, brakken. Mensen wat zingen, mensen wat ziek is, hongerkinders en die wat warm slaap. Kaal veld wat vol onheil is en liefde en haat en verlangen. Mooie mensen en afschuwelijke mensen langs die spruiten en lopen van Vogelstruisfontein, Turffontein, Doornfontein. Daar is nog Driefontein en Elandsfontein, Rode Poort en Langlaagte. En daar is ook Perenkraal en Rijnkieslaagte. Vooral jij, Rijnkieslaagte, waar Johan Rissek van die landmeter-generaalse kantoren, Christian Johannes Joubert, volksraadslid, onderzoek kom hou, het dorp kom aanleggen. Want mooie namen en stilplekken het goudveld geword. Karel van Brandes is klaar als eerste mijncommissaris aangesteld. Josias de Villiers zal die dorp opmeet. Die tronkse plek is klaar aangewezen, ook die plek waar een put gegraven zal worden. Rijnkieslaagte, jij wordt het dorp. En die dorp, wie weet, één dag misschien, een stad. Van Brandes zei zo. En hij zei ook, die stadse naam zal Johannesburg heet. Maar vandaag is daar geen lucht meer, nie. Is alles nog bij je stil, hoe je rankjes laagde. Maar morgen, oormorgen. Je weet, ons het hier gekomen toen hier niks was, die Winterburg. Ja, dat was kaas een jaar geleden. Net weer een jaar, ja. En kijk hoe leeg die wereld nu. Uitlanders van oor al oor, van die Vrijstaat en zelfs die Kaap. Ja, van ver oor die waters ook, hè. En ek en jy wat hier getoe en gewikkeld is. Ons moet nou zien hoe die wereld hier door hierdie vreemdelingen ingeneem kijk wordt. Kijk net naar al die woekeraars. Die rijk mannen wat van elders komen om hulle nog verder te verrijken met ons als weet. Ja, nou maar, van wie praat jy nou, ja? Jy weet van wie ik praat. Dus daar is Robinson en Alexander en Rhodes. Ja, ja, vooral hij Rhodes kennen. Die diamantman. Is niet een makkelijke gelat, niet? Hij weet hoe om geld te maken. Nee, hij kan zijn geld uit diamanten uitmaken, het scheelt mij niet. Maar hij moet op Kimberley blijven. Niet nou ons goed ook wel komen staan in Palam. Maar ik verstaan daarom mee, want Rhodes is niet al dag bij aan die goud gloon. Nee, Robinson is nou eindelijk die man. Ik verstaan, hij die wedervrouw Oosthuis is een deel van Langlaagte voor... Maar wat nou 6.000 pond gekopen? 6.000 pond? Jongen, dat is maar zo'n vreselijke klompje. Ja, maar natuurlijk is het bij je geld. Op je omlek, maar dat is waar je rif loopt. Voor een jaar of 2, 3, dan zal het mensen zo'n 100 maal zoveel waard wees. Nou, als ik maar nou recht is, ik voor jou zeg, hier die vreemdelingen, hier die uitlanders, hulle wil voor ons kom beroof hier zo. En toen jullie twee bitterbekken, wat skinder jullie alweer van die uitlanders? Ons praat niet met jou nie. Dat is al wat jullie kan doen, net klaar, klaar, klaar al die tijd. Omdat jullie te onnoosel is dat jullie niet zal verder komen als wat jullie is, nee. Een man soos Robinson of soos Rhodes het meer gezonde verstand in sy een pinkie als jullie twee samen en die haarspannen van jullie. Hey, kijk eens aan jou, klein snitter. Nou, wie is jij en waar kom jij vandaan? Ik is maar net een van die uitlanders, maar ik is minstens daarom nie as sikkelaar, nee. Luister eens al. Moet niet die veel gevreet van jou hier oor ons kom uitspoelen, nie, hoor. As ek jou nou goeie raad verskillig is, sê ek voor jou om te loop, voor ek jou hier wegboener, hoor. Ek is heeltemal mans genoeg vir julle twee. Ek laat my nie dreig of wegboener nie. Ek sal loop wanneer ek lus het, en ek wil julle nog net sê, dat julle kan... Luister, neefie, jy sal seer kry, hè? Gepat is al. Ek sal loop, maar ek wil julle nog net dit sê. Julle het nie die geld of die verstand om hierdie goudmyne te ontwikkel nie. Dit gaan ons sin word, ons sin, die uitlanders, julle. Julle is op ons werk. Maar hoor jy zo. Voor die laatste maal. Loop nou of ek voet jou. Ons sal nie net baas wees van die goud nie, maar baas van die Transvaal. Ons sal die stemreg kry. Daarvoor sal ons sorg. En dan sal ons julle hier uitroei, almal van julle. Daar die arme salige... Hoor jy zo, jou klein misbaksel. Va!
Vat jou vuil pote van mij af weg. Trek terug wat je tegen die president gezegd of ik druk jou strop toe. Jij en wie nog? Ik alleen misselijk. Maar moet ik om dan niet met de baks die moest ik klapper door boeken niet wat er boven. Ach, ik is wat ze doen voor hem, man. Zo ja, meneerkie. Dat zie je leer. Kom eens waar. Kom. Maar daar is die voeten dat ons om. Hier van die werf af verwijder. Kijk jou zo, nee. Rood vet beest. Toe. Zet dan maar. Leid daar dat die muis onder jou kan wegslip. Hey, je hebt om die dokter slecht zeer gemaakt, die wonderbouw. Nee, wat. Net een goede opstopper als hij mild. Hij zal net nou recht komen. Kom, ik hier gedronken koffie. Ik denk ons hou maar op die zandbank, anders kan die drift stil. Ja, nou, ons sal moeten roeren als ons wil deurkom, die zand is dik. Ja, die vraag is zwaar, ja. Ja, misschien moet ons maar hier uitspan. Als die ons morgen gerust het, dan sal ons die vraag makkelijker deurkry. Je weet het kan reen vannacht. Waar sien jy nou reen in hierdie droe lig? Ja, misschien, Winterbul. Ek hou nooit in een rivier so loop stil nie, man. En als ons vast het, wat dan? Die vraag is al klare dag lang. Ja, misschien, man, maar ons moet probeer. Geef die hors vir my. Asjas, jij moet die touw stijf houden voor. Als jij vast zit, help ik voor jou niks niet hoor. Doe je nog die aand, zo'n jaar of drie terug, toen jij die klein uitlander zo lekker op zijn ongeluk gespeeld had? Ja, maar wat van hom? Nee, die aand dat jij gezegd, jij is mans genoeg voor hom. Nou ja, ek, en touwleider Asjas zal die vraag doorbrengen. Ofzo. Jij kan maar zo lang oud gaan bij elkaar maken voor die koffiewater. Kom maar! Allez, lekker, vat om, stijf! Deur, deur, moet om! Toe! Breng om, stijf, hou, asjas! Toe dan, gelijk jullie! Jullie kom, asman! Dom de kop, gafel! Loop het om! Loop het om! Uit, maar jij zal hem nooit deurkrijgen, man! Yes, man, breek om! Yes, man, donkerman, gafel, jan, bent, man! Toe jullie kom, as, loop het om, deur, moet om, gelijk, vat, asdom, jullie! Voor doe! Ha, daar gaat hij! Jullie breng hem! Mooi, oma, zo mooi, span, mooi! Jullie gaan deur met hem uitzitten, ja, breng hem! Uit met hem, voor doe! Ah, zei, als het hem mak gemaakt! Wat kan toe nou, Asjas, wat kan toe? Dan kan ik hem heel door hem daar langs! Trek hem recht uit deur! Zo ja, Asjas! Ho, kai, ho, nou, ho! Ja, dan moet ons gauw afhaken dat die dieren kan zuip en wij. Is nou donker. Ja, maar ik moet zeggen, jij is aan mijn doring met een span rooies, hoor. Kijk, met die dingen het ons groot geworden, Winterbul. Ons kennen hulle, ons verstaan hulle. Ja, het is zo, ja. Hierdie transportrijden is niet makkelijk, nee. Niet voor ons, nee. Ook niet voor die vrouwens en die kinders, nee, maar het is toch beter zo. Mensen zoals ik en jij is niet voor die mijne gemaakt, nee. Nee, dat is niet voor ons, nee. Hier buiten in die veld, langs die rivieren en die spruiten en oor die nekken en saans langs die vieren onder die sterren. Dat is ons manier, daar. Ja, misschien had daar die kleine uitlander toch recht gehad toe hy gesê het, ons verstaan die goud niet. Ja, hij had zeker recht. Misschien maak ik en jy toch nog een beter bestaan op die transportpad. Maar die ding wat hy oor die president gesê het, dat was lelijk. Ja, nou voordat hy sy slag gekry. Ja. Ja, dat is zo, maar je weet, die politiek, stemrecht, die dingen. Daarover gaan daar nog donker wolken oor ons komen als dit moet gebeuren, zoals die uitlander gesê. Nee, president zal met hulle werk. Hij zal niet opgeven. Onthou je nog voor George Harrison, hè? Je weet die ou wat samen met Walker claims op Gert Oosnes in sy plaas beginnen. Ja, ik onthou hom. Dat is maar hy wat sy claim voor 10 pond verkwansel. Juist, ja, dat is hy. Nou ja, je weet hy lang terug een dag van my gesê, toe hy in Oosthuizen by die president was, het hy waar die president is, een ding opgehaal wat nou, wat iemand tevore aan hom gesê het. Hy het geloof gesê, die ontdekking van goud sal die bijlslag aan die wortel van Transvaalse vrede wees.
En dat leek voor mij, hij was nogal recht. Hij was recht. Ja. Gooi nog een stukje hout op je vuur, jong.